Deventer is echt een hele leuke stad om te winkelen. We hadden niet veel tijd om te winkelen. Dus de volgende keer zullen we zeker langer gaan winkelen. Een vriendin van mij woont in Deventer. Maar ik heb toch een paar leuke dingen gekocht. Als eerste wat boekenleggers en een kaart. Ja, de quote, ik denk dat iedereen die wel kent. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Van Pippi Langkous. Vond deze wel heel leuk en ik heb precies van, dat is wel een goeie. En twee boekenleggers. All You Need Is Love and a Cat. En dit is er eentje met een elastiek. Volgens mij heb ik er al eentje van die. En Read to Live to Read. Met boeken erop. The Great Gatsby, Pinocchio, War and Peace, The Odyssey, Pride and Prejudice, Alice Adventures in Wonderland. Niet alles heb ik ervan gelezen. Sommige zal ik ook nooit lezen. Want War and Peace lijkt me niks. Maar ik vond het wel heel leuk. De boekenleggers waren 3 euro per stuk. En de kaart was volgens mij 1 euro. En ja, dit was het boekenweekgeschenk. Die heb ik gekregen. En ik heb van netjes 4 boeken gekocht. Ik heb Gilded en Cursed wou ik graag hebben. En ja, deze editie kon ik niet laten liggen. Die is zo mooi. Ondanks dat mijn Gilded eigenlijk groter is. Maar ik heb meer boeken van Marissa Meyer in dit formaat. Dus daar kan hij mooi bij komen te liggen. En dit is een complete trilogie. Van Jennifer Lynn Barnes. Den Herter. Zo. Ik heb hem het eerste deel in het Nederlands gelezen. Vond ik erg leuk. En nou zag ik de complete trilogie liggen. En ja, die kon ik niet laten liggen. Enige nadeel is deze stickers die er niet af willen. Deel 1. Volgens mij is dit deel 2 en dit deel 3. The Final Gambit. Dus ja, ik ben erg benieuwd naar deze boeken. En dat was het shoplogje voor Deventer. De volgende keer zal het een grote shoplog worden. Maar dat duurt nog wel even.